Beste kijkers, we zijn vandaag bij Smithman's University Lecture, alleen doen we het deze keer digitaal. Waarom we het digitaal doen, hoeven we niet echt uit te leggen. Maar het gekke is, toen ik met jou sprak, de gast van vandaag, um, hadden we het eigenlijk al over dat we dit op beeld moesten doen. Want hetgeen wat we willen vertellen, dat moesten we goed vertellen. Yep. En het documenteren ook, zodat ja. het goed overkomt. En um, vanaf dat moment was het eigenlijk van, ah, let's go. En toen kwam ineens corona. En toen was het ineens van, yo, um, we kunnen het niet eens op een andere manier doen dan de manier waarop we het <laughs> wilden doen. Yeah. En nu zitten we hier. Dus, um, hallo. En je kijkt nu naar University Lecture. En ik ben vandaag met... Brian Pedro En we gaan het hebben over een heel veel dingen. Over dingen waar we beide mee bezig zijn. Mm -hmm. Dingen waar hij persoonlijk mee bezig is. Dingen waar we raakvlakken hebben. En ik denk dat we het beste kunnen beginnen bij hoe we elkaar hebben leren kennen. Oh ja. Want um, voor mij was dat best wel een interessant moment. We hadden een um, samenwerking met de gemeente rondom 50 jaar Belmer. Ja. En er werd ons gevraagd om iets te doen. Waar wij toen kwamen met het idee om een documentaire te maken. Een beetje opportunistisch, was niet veel tijd. Mm -hmm. En dat hebben we een soort van. Uh, van gemaakt, wat we ervan konden maken. Fast forward staan we aan het eind van de dag uh, heel lang met Rotjoch te praten. Ja. En met jou, maar geen van ons kende jou. En we hadden het over um, dat Van Louise hip-hop was. Ja. En ik kan me nog herinneren dat. Um, niemand tafte je sowieso. Nee. En Casey was nog gewoon, Casey was gewoon van kill, okay, wat zeg je allemaal? <laughs> en op een gegeven moment was er een moment waarop Rotjoch zei: Van eh, hey, luister dan, um, Weet tegen wie je praat? Je praat niet zomaar tegen iemand. Ja. En uh, dat was eigenlijk het moment waarop ik je leerde kennen. Uh, kan jij die dag nog eigenlijk herinneren? Ja, ik kan me dat uh, heel goed herinneren, ja. ja. Alleen, ik zag jou nog niet echt precies daar staan, want ik was, ja, Casey uh, overheersde het het, het, mm -hmm. het, het moment dat. Maar het was precies dat uh, moment dat we, ja, spraken over dat, dat, dat begrip van, oké, okay, Femke. Is ook een deel van de cultuur. En hij ja. daarvan, en dat, 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 hoe bedoel jij? Ja. En zodoende begon het uh, gesprek op een, uh, ja, een heel aparte manier. Ja. 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 Wat ik daar ook best interessant vond in die documentaire die we daar uh, maakten, die heette Kinderen van de Bijmer. En um, eigenlijk zijn, we, zijn wij dat allemaal in een sens. Ja. Ik denk ook dat dat hetgeen is dat ons verbindt. Jazeker. Um, en waarom we ook op dat moment daar stonden voor die deur. Ja. Alleen, uh, zeg maar, wij, zijn van, uh, wij zijn van nu. Wij zijn de guys die nu opkomen. Jeet mm -hmm. um, je toch, ik ben 26 jaar. Ja. Uh, we, stonden, we stonden daar met Rotjoch. Hij vertelde dat hij altijd met jou was. Ja. Jij komt ook uit de BIMS. Ja. Zou je misschien wat kunnen vertellen over jouw libi in de BIMs? Ja, ik ben um, ja, sinds 1989 ben ik in, uh, in de BIMs. Ik ben geboren op Curaçao mm. en getogen in Zuidoost. Dus mm -hmm. Dat zei ik ook altijd tegen iedereen. Ik ben ook nog niet uh, weggegaan. Nee. Dus zodoende voelden we ook allemaal dus alle die dag daar ook van die passie. Ja. En we Roger nee. was mijn buurman, mijn buurjongen, mijn broeder, mijn broer. En zodoende zij had, had ook, heeft hij ook altijd uh, een link ook naar jullie toe van um, de groei. En ja. Toch, dat vindt, hij houdt echt van de cultuur. En ik ook. Maar ik ben altijd een tijdje nu in de, in de, in de background geweest. Mm -hmm. En nu ga ik steeds meer naar voren stappen met de, met de taken die ik doe in de cultuur. Ja. en dus zodoende um, ja, ken ik hem sinds ik um, was gewoon eerst in Gein, daarna in Hoorn en ja en toen we dan bij hem op het hof kwamen die man draaide vanaf klein altijd uh, beats en in muziek uit vanuit zijn ja. huis en werkte op het voetbalveldje en hij was al gewoon alleen maar met dat soort dingen bezig ja. en om lang vraag kort te maken we waren vroeger altijd in het winkelcentrum bij Hoorn we waren de generatie Hangjongeren werden we ook in die tijd. Maar hij had altijd een idee om een soort Rap City te willen zetten. Mm. Op te zetten voor Nederland. Rap City, net als het in. Ja, uh... yeah, yeah. in, in, in Amerika. Mm. En ja, die steun had hij altijd uh, van ons. En ja, hij heeft het ook waargemaakt. Wat nu gewoon een, een nieuw. Uh, nummer één hip platform is voor, voor Nederland. En ook echt bedoeld is om de anderen. Dus de next coming. te belichten. Yeah. En zodoende ook om het gesprek ook met Casey. Van, ik begrijp je, 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 je frustratie dat moment, maar onze taak is om de juiste kennis door te geven. En daar kwam zeg maar um, mm -hmm. daar het de kwartjes gesprek. te vallen. Ja. 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 Dat was ook, um, ik denk niet de eerste keer, maar dat was wel een gesprek waarin er heel duidelijk voor mij werd dat je hip-hop eigenlijk alleen een soort van kan. Segmenteren, beest of de elementen die hip-hop maken. Ja. Want je hebt dus een aantal elementen. Mm -hmm. En eigenlijk daar, in dat gesprek, um, kwam ik persoonlijk echt tot die realisatie. En dat was voor mij ook het startpunt om te gaan verdiepen. Oké, okay, maar wat zijn die elementen dan precies? Ja. Um, zou jij wat kunnen vertellen over hoe jij in aanraking bent gekomen met hip-hop en bewust bent geworden van die elementen Oeh. die uiteindelijk hip-hop maken? Ja, het is, het is... De bewustwording van het cultuur zelf. En daarom ja, kwam ik. En daarna, ja, ja. Ja, het is, ja, ik was van jong vrij bewust van, me, van, van mezelf al. Maar toen ik ja, 17, 18, 19 werd en ik, had, de generatie hangjongeren werd bestempeld, vond ik het altijd raar. Want ik vond mm. want we kwamen altijd bij de winkelcentrum voor of bij de buurtcentrum. De ene begint uh, te beatboxen, de ene begint mm. te freestylen. Begint. Dus voor mij zag ik een soort saamhorigheid en ja. een, een, een leuke gathering. Maar elke keer kwam de politie om, om ons uit elkaar te halen. En toen kwam dat ding, 9-11, dat je mag niet eens meer met, met vier man staan. En toen begon ik me te verdiepen, mama, waarom niet en hoe komt dat? En waarom worden we, waarom ziet men niet dat wat we doen? Toen kwam ik erachter, uh, ja ik ging die tijd ook veel boeken lezen. Ik ging ook vaak naar um, het Amerikaanse bookstore. En toen kwam ik erachter van, als wij niet kunnen vertellen wie we zijn en wat we doen, dan gaat de wereld niet. Ze gaan niet begrijpen. Ze niet begrijpen. <laughs> nee. Wat ik en ik was altijd wel een type ertussen die altijd verder ging denken daar waar uh, de informatie werd gelegd. Mm. Dus zodoende ging ik echt verdiepen van oké. Okay. En toen kwam ik op. Um, 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 ik, ik nam bepaalde um, teksten ook veel serieuzer. Waarbij ik ook... Van artiesten, die ja. Je en, en, en vanaf ja, middelbare school kwam ik tot een, 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 een goede vriend van me. Tim, die, uh, die, die bracht altijd ook CD's van Cares One. Hmm. En in de auto ging altijd dan muziek luisteren, even En Opgezwollen was dat een beetje ook de, de, de wat iets um, ja, meer boodschappenkant van ja. in die tijd. En daar hoor ik ze ook praten over dat. En zodoende ging ik meer voor die bevolking, maar wie kan me uitleggen wat wij precies doen in het cultuur? Ja, maar wat, en, doen we, wat, wat zijn wij eigenlijk? Ja, wat, wat zijn ja, we eigenlijk? Ja, wat ja. doen we? En zodoende kwam ik vier keer erachter achter van er zijn er veel meer um, elementen. Het begon met, met vier, maar met de tijd hebben ze het opgeschroefd naar negen. Mm. En ja, ik was die tijd helemaal uh, flabbergasted van: wow, wacht even. En, 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 ik was nooit een breakdance, ik was nooit een rapper, ik was nooit um, een van die dingen. Ik was nooit een gravity artist maar ik wou altijd um, die samorigheid en die, 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 die elementen zien groeien. Of, of die kunde van bepaalde personen. En zodoende ging ik echt veel meer op, op in verdiepen en ja, toen kwam ik erachter dat uh, we, zitten nu, we zaten toen op negen ja. en daarna, um, jaren later kwam ik er eens gewoon ook naar mijn Parktheater mm. en, en, ja, en toen was ook het boek net ook uit van Gospel of Hip Hop. Mm, welk jaar was dit? Oeh, het is Zoals tijdje. Volgens mij is het dus ja, 2013 of zo. Ja, 14, ergens? 15 zo, ja, ja. Daar in de buurt, ja. Laap. En um, was de tijd volgens mij van uh, Hip-hop Appreciation Week. Mm. En... Deze week. Ja. Het is deze week trouwens ja. Hip-hop Appreciation Week. Snap je dus? Hmm. En toen um, zat ik met Kares Wan in de zaal en ik stapte naar hem toe en ik vroeg hem van volgens mij kunnen we is, 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 is er een nieuw element in de maak. En hij zegt: maar, Weet je zeker? Ik zeg ja, dan leg ik hem in, in een notendop uit van waar we mee bezig zijn. En ik zag van dat, wat ik deed met baartennis, mm -hmm. dat dat ook een, 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 een nieuw element zou kunnen zijn voor hip-hop. En met ook de hele filosofie erachter en er, eromheen. Hij zei: van, uh, Wat jij moet doen is gewoon blijven op je plek en rijd het uit. Zo gezegd, zo gedaan. Een paar jaar later werd het ook officieel een, een nieuw element van hip-hop, het is het tiende. Ja, en toen, uh, toen, toen zag ik mijn taak en in, 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 in mijn, in mijn functie steeds meer naar buiten komen van, dit is niet zomaar iets, man. Nee. Dit is niet zomaar iets. En dan kwam het weer op die avond terug met, met Kees, dat ik hem vroeg van, op hoeveel elementen zitten we nu? Dat, hij kon me niet zeggen. Hij, zei, hij, hij dacht ook maar dat we zijn vier zijn. Mm -hmm. Ik zei van, nee, we zijn, we zijn er op negen en, en, en de tiende is al in de maak, dus zodoende mijn verdieping puur op van, wie, we, wie zijn we? Ja. Om onze waarde omhoog te kunnen blijven krikken. Hmm. En dus zodat ook onze naasten, bijvoorbeeld op een gegeven moment onze ouders ook ons meer gaat begrijpen. Op een gegeven moment was het... Een divide, ja. ook binnen ons. Ja, mix. van oké okay, jullie zijn hangjongeren, jullie zijn uh, de mannen die bij de winkel zitten. maar die krijgen dat natuurlijk te horen van de media. Die, ja. ja zeg we zijn hangjongeren en als jouw ching daartussen zit, dan ja, is je ching gewoon een... Ja, ja. ja. En, en, en ik zag bij mij, het was nog... nog nog erger zelfs, sinds Daniel 11 want op een gegeven moment zag ik mijn moeder zelf ook preventief gefilweerd worden. Hmm. Dus dan zat ik bij de buurthuis en mijn moeder fietste langs en ik zag, zij wordt ook tegen aangehouden. En toen dacht ik van, nee man, er moet wel um, een belichting zijn in dat wat we doen, om het op een andere manier naar buiten te brengen en zodat we gewoon meer respect krijgen ja. op een bepaalde manier. Want uh, je vertelde net al in het kort ook wat jij doet met um, bartenders, mm -hmm. maar ik denk, um, Eerst zou ik nog even verder willen gaan op die elementen van hiphop. Ja. Want in het, uh, het laatste woordenboek dat we hebben uitgebracht, was in de intro ook een gedeelte gewijd aan de elementen van hiphop. Uh -huh. um, maar dat is dus zoals ik al net zei, eigenlijk begonnen op het moment dat jij dat in het gesprek uitlegt dat ik zelf research ben gaan doen. Uh, maar ik denk ja, aan jou ook het moment, zou jij uh, de elementen in jouw optiek kunnen naast elkaar kunnen leggen? In wat voor zin bedoel je? Ja? Wat zijn de elementen die uiteindelijk hip-hop maken tot wat het is? Um, uit het hoofd. Ik hoef het hoofd, niet per se allemaal te weten. De eerste, de eerste vier is wat duidelijk voor mij moment. of vijfde was: um, street knowledge, street entrepreneurialism, um, street fashion, um, street language. En. Voor yep. Een of twee vergeten, maar de laatste weet ik was. Die breekdensen? Nee, die waren de eerste vier. Yeah, was de eerste vier is die zelf vrij duidelijk, maar de, yeah. de, de, de oh. vijf, zes, zeven, acht en negen. Mm. Acht en negen ben ik even vergeten nu, maar de tiende is held en welnis geworden. En ja, het gaat in principe die elementen is. Ik zag vroeger ook bijna straatvoetbal, ook bijna dat. Mm, klopt. Het is ook een bepaalde, it's, it's 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 bepaalde, it's stijl, bepaalde yeah. stijl, bepaalde flair, voordat je pas op het, op het straat. Voetbal gaat. Mm. En dat is op um, een bepaalde uiting, een bepaalde muziekluister, een bepaalde manier van doen. Um, dat, dat maakt je meestal um, hip-hop in de zin van. En dat is best gek, want wat ik nu ineens de aan zit te denken is. Het is straatvoetbal, net als hoe straattaal ook. Ja. Ook als straattaal, maar eigenlijk is het ja. Het is ja, het, het, het ik, straat. Ik, het noem, is het, gewoon, ik ja. noem het meer Ibonics um, ja, of. of, of um, Communicatiemiddel, weet je. net als vroeger zei uh, Nina in een liedje van het is geen uh, modetaal, het is een codetaal. Ja. Mm -hmm. En zo zie ik het nog steeds. Ik, ik denk niet dat alle woorden op straat worden uitgevonden. Ik denk als je in je kamer zit en je komt met een woord, is het dan ook straattaal? Dus dan in de zin van dus, daar heb ik gezien van het doorgaan met bepaalde acroniemen of um, wat jullie ook doen, bepaalde woorden omdraaien en dat soort dingen. Het naar je eigen maken. Dat is hip-hop-heavy. Dat is het heavy. Mm -hmm. is heavy. Yeah. I mean, dus, uh, dus dat een beetje qua elementen. Ja, want eigenlijk vanaf het moment dat ik um, bewust werd van die elementen, mm -hmm. uh, die ik meer zie als een soort van kaders waarbinnen je kan begrijpen hoe deze culturen soort van. Um, functioneert uh -huh. en hoe alles verbonden is, begon ik heel anders te kijken ook naar wat er gebeurt. Uh -huh. Om een voorbeeld te nemen gewoon naar gangs en gangculturen. Uh -huh. um, het um, imago dat er nu eigenlijk omheen zit is misschien ook een beetje hetzelfde als het, als het hangjongerenprincipe principe wat je net ja. uitlegde. Ja. Van, Um, dat je dus mensen hebt die bij elkaar komen, uh -huh. daar worden soms geschreven als een gang en dat is een soort van um, slecht. Uh -huh. Maar uh, ik begon ineens het idee te krijgen van, volgens mij zijn die gangs daar echt in gaan geloven, uh -huh. want um, veel dingen uh, vervullen in mijn optiek hun purpose vandaag de dag niet zoals het zou moeten binnen hip hop. En um, ja, ik ben ook benieuwd hoe jij daarnaar kijkt, zeg maar naar hoe hip hop zich vandaag de dag uit ten opzichte van de elementen en waar die eigenlijk voor staan, zeg maar. Uh, wat vind jij van de current state of hiphop? Is... En dan laten we beginnen bij Nederland. Ja, ja, ja nee, nee, ik hou het gewoon dicht bij huis, huis, want mm. zoals Ice Cube zegt, every Hood the same, in de zin van... Kijk, ik zie het als hiphop is nog heel jong. Mm -hmm. En daar is wat we ook vaak ons op vergeten vaak. Het is heel jong. Ja. Andere culturen zijn zo lang we staan zo, lang, ik bedoel, dus we zijn er pas. Ja. Het is pas 45 jaar nu of 47 jaar nu, ja. dus we kunnen niet. Nu pas de, 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 de generatie die vroeger, ze, zouden we nooit luisteren hip samen echt met onze ouders. Nu om ja. rappers, hun kinderen worden ermee ingevoerd, ik bedoel. Ja, ik zag het laatst met uh, Travis Scott in uh, Fortnite zit hij Ja, ja. Op ik optreden daar. Er kwam een kleine neefje die hem zag als een soort van Held, ja. ik ken hem gewoon als een rapper. Dus inderdaad, het is. Ja. Het is anders. En dan moet je. je denken, nu is het van de taak van. Oké, okay, wat, wat gaan we hem uitleggen? Mm -hmm. Is het gewoon een rapper of is het een. Ook een. Um, um, die, een jong uh, ja. persoon die ook um, zijn ontwikkeling heeft moeten maken en dat, dat waar hij nu is. Mm -hmm. En dat hij nog met, met een bepaalde welvaart ook nog andere mensen kan helpen. Ja. Dus ik zie het. Ik zie het heel anders. Um, ik werk ook in de buurt vaak met uh, jongeren. En. Ik zie het eerder van broer, ik zie ieder, ik zie ieder een, 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 een young boy of, of iemand op de stage om zijn ding doen, dat ik hem dan in de straat zie. Mm. En um, die gang culture ook, waar je over praat, hun weten ook wel precies um, wie bepaalde controle heeft over zichzelf, die ze altijd respect krijgen. Dus hoe meer we leven ook in hun blazen hoe meer hun ook beginnen te genieten van het leven. Mm -hmm. um, weer ik was ook een uh, ja, generatie hangjongeren, dus bij de winkelcentrum ik zat ook met een bepaalde, wat zeggen, bepaalde gangvorming. Maar ja, dan heb ik het getransformeerd naar een andere plek gaan staan en dan komen die yeah. mannen ook daar naartoe en dan gaan men nog steeds denken van het is een gang, dus associatie. Maar het is omdat men wil niet verdiepen in wat we zeg maar willen doen of nee. wat we kunnen doen, waardoor we dan op een gegeven moment vele klappen dicht en worden ze niks meer hebben weet je en dan zijn er zulke types als ons die dan een beetje kan verwoorden naar de andere partij toe van nee je um, zit veel meer in het vat mm -hmm. dus het moet aan twee kanten zit ik dan bijna zeg maar um, die scope breed te houden yeah. maar dan aan de kant, de partij die kijkt van oh dat is een gang en de andere, andere kant die gang die kijkt naar de andere kant van ja um, het systeem in de zin van mm -hmm. dus ze zijn weer het is nog vrij jong yeah. om, om en ook dat, is niet om de judge of zo, maar bijvoorbeeld een rechter zelf, voor hij gaat berechten, gaat hij ook vragen stellen. Ja. En ik denk dat, dat, dat we dat meer moeten doen. Vragen stellen van... Um, werk het constructief wat je doet? Of um, zie je waar het naartoe gaat? Wat weet je van jezelf? Dat soort kleine dingetjes, weet je. Ja. Dus... Um, Want waartoe dienen eigenlijk de... de principes die, waar Hippo voor staat, zeg maar, waartoe dienen die uh, voor ons mensen eigenlijk? Mm -hmm. Waarom is het er überhaupt, volgens jou? Het is om, ja, uh, <laughs> het is om, om, om lang te blijven leven, mijn broer, mm -hmm. om, geen, om te leren van de fout die anderen voor ons hebben gemaakt. Om daar niet hetzelfde te gaan doen en dat je meer rust hebt mm -hmm. en um, dat het niet te veel weet je, meer intelligentie dan, dan, dan emoties weet je dus, dus daar zijn we de principes voor bedoeld dus dan dat meer gezondheid bewustwording waardoor we meer kunnen genieten van elkaar mm -hmm. want het is, leven is te mooi om um, dat niet te doen ja <laughs> ja snap <laughs> ja. Wat ik bedoel en sommige van, van die gangen snappen het ook niet hè, mm -hmm. en dus door dus samenwerking, zeggen door leven in te blazen in elkaar ja dan 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 dat zo 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 Genieten we meer van elkaar in plaats ja. van praten over elkaar. Mm -hmm. kunnen, kunnen we niet samen. begrijp ik, doen? Ja. En dat is wel iets wat je in moet verdiepen om te weten van hoe ga je daarop in prikken. Mm -hmm. Dus. Uh, ja, want eindstand, het zijn toch. Um, ook dat wat we vaak doen in de buurt is van onderscheid maken. Oh, het zijn jongeren of het zijn jeugd of het is criminaliteit, of het is gang. Maar terwijl eindstand, het is gewoon een buurman. Dat is gewoon de buurjongen. Mm. Waarom kunnen we het niet zo bekijken als met z'n allen in de buurt, zoals Nipzio zal het zeggen, van een neighbor. Ja. Mm. En zo, met zo'n perspectief dan kijk je anders naar de buurt ook. Dus ik, verander, ik heb veel aan mijn paradigma lopen shiften, mm -hmm. zodat ik bepaalde dingen anders zie. Ja. Niet dat wat buiten zegt tegen mij wat ik zie, maar hoe. Mm. Want toen uh, met z'n allen zaten te barbecuen en ze lachen hier te brullen dat was gewoon wat het was? was gewoon wat het was. Ja, en dan nu opeens ja. nu moet in ik in de krant kijken van ja, um, jullie zijn allemaal dit, dat ik zelf ook dan zo ga paraderen. Ja. Mm -hmm. Dan moest ik ook bij mezelf weer terug gaan van nee maar wacht even. Wie ben je? Ten eerste, jij die het heeft geschreven, waar ben jij, hoe was je dan met ons? Ja. En dan zie je van oké, okay, het ligt aan ons, de taak van, dat wij de buitenwereld gaan vertellen van... Um, hoe, het, hoe de volk in de stil zit. ja maar op een constructieve manier. Ja. Als je het zo bekijkt, is het ook gewoon een. Uh, is het vaak zeg maar, die berichtgeving komt van buiten, maar het is ook zonder wederhoor. Het ja. is eigenlijk gewoon mensen die van buiten kijken naar iets, het niet begrijpen, maar wel ja. zeggen dat het is wat hun zeggen dat het is. En eigenlijk misleid je dan ook gewoon alle mensen. Ja. Want <laughs> je toch. Ja, en... Dat is gewoon niet wat het is. Plus je bent ook gewoon niet echt komen kijken en vragen wat het is. Net als hoe je zegt. Een rechter die moet ook vragen stellen om zijn oordeel te kunnen vellen over ja. wat de situatie is. En um, voor recentelijk zag ik nog eens, ook met 101 Barst die hierop had gereageerd, mm -hmm. zo'n uh, misdaadsjournalist die, ik zeg je eerlijk, ik had het niet eens gelezen, maar ja. ik dacht, ik, ik, ik weet ook nog een tijdje terug hadden ze het over dat, dat rappers en voetballers, ja. um, of wat was het, dat criminelen en rappers en voetballers een soort van één wereld is of zo, maar ja. voor mij was het ook gewoon van ja, jij begrijpt niet, wij zaten met elkaar op de basisschool. Dat begrijp je gewoon. Niet. Ja. En dan ga jij van buiten dat zeggen, terwijl eigenlijk je weet niet eens en je bent ook niet komen checken. Nee. Dus uh, ja, ik hoor wat je zegt. Ik Stap, hoor wat ja. je zegt, hoe jij dat ervaring En, dat en, en ik, Want ik, 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 ik zie jou ook gewoon uh, als mij bijna in zin van dat je twee partijen het moet uitleggen. Maar mm. ja, in het midden, een soort. Ja, <laughs> ja. ja. dat is nou wat ik doen. Ja. En daarom voelen we elkaar ook zo niet in het mm. punt. Ja. Snap je? Om dat ook gewoon als, als we, dat onze taak dat ook in stand te blijven houden. Ik vind het interessant dat je het ook hebt over taak. Want dat is ook een uh, ding dat ik uit het boek van KRS One mm -hmm. heel erg ben komen te begrijpen. En uh, je noemde zelf ook als een naam. Um, zou je wat kunnen vertellen over jouw aanraking dus met KRS One en eigenlijk mm -hmm. met de kennis die ook in dat boek zit? Mm -hmm. Want hij heeft dus een boek geschreven, The Gospel of Hip-Hop. Wat ook um, in de bibliotheek te vinden is. Nu is hij wel verhuurd. Ja. Dus je gaat hem denk ik ook niet echt vinden. Ik zou hem gewoon buyen. Dat heb ik zelf ook gedaan. <laughs> ja, ja, ik heb hem gewoon Dat is ook gewoon een must have. Maar ja. Uh, yeah. nou, het kwam ook het, het kwam in die periode dat ik zei van dat ik, um, ja, 1920 dat ik dan... Um, ik noem het als de information age. Mm -hmm. Van 2000 tot 2010 dat, dat YouTube zoveel informatie gaf. Ja. Dat, ik heb me nog herinnerd dat mijn moeder gaat naar werk. Het eerste deur, dat, dat, als die deur dicht gaat, het eerste wat ik opsta is, ga gelijk, gelijk naar de laptop. Mm. En dan komt ze, kom ze zes uur thuis en ja. zit nog steeds achter de laptop. En ze taf niet. Nee, ze begreep niet. Maar ja, één ding wat ik wel moest hebben, mm. ik moest de afwas wel hebben gedaan voor die tijd. Ja. Dus nee. en soms nee. vergat ik het zelf ook gewoon. Dat dus ik gewoon urenlang de correlatie op bepaalde punten aan elkaar begon te knopen. En mm. toen had hij het in zijn hand als gewoon op um, a Dus het uh, hele pak werk. Dus ze had het nog niet in de boek voor hem. Mm. En ik wist van, hij was, was er mee bezig. En ik dacht van, dat zou een van mijn, niet de laatste link, maar dat zou een zware begrip zetten voor mezelf. Om te weten hoe ga ik mezelf verder eh, paraderen op, zeg maar, op, op de weg die, we, die, we, die, we, die we, we lopen. En ja, dus ik heb het zeker uh, anderhalf jaar, bijna twee jaar, voordat het uitkwam, wist ik al van, het was in de maak. En mm. toen ik wist ik, het werd gedrukt. Ja. En ik ging toen al naar de American Bookstore. Mm dus ik was voor mij een, een van de eerste hier, hier zo in de buurt, dus ik had het gelijk gekocht. Ja. En toen was ik ook al connected ook met um, Temple of Hip Hop van hier in Europa. En ja, ik had hem al gezegd ook van uh, ik heb het boek hier zo man. Zei van serieus, dus je hebt het al. Ik zeg ja. En maar ja, ik ben zo, zo, zo leergierig dat ik zo diep erin ging uh, om te kijken van oké okay, hoe wat. En ja, dus zodoende ben ik in aanraking gekomen met het boek in de journey van uh, veel zelfstudie, ja. veel zelfstudie. Dat ik zelf, ik ben geen student, ik ben nooit uh, een half jaar ABO, al die dingen gedaan. Maar ik kreeg wel een studentenpas bij uh, Amerika Boekstore, omdat mm. ik zo vaak daar kwam, Orsi. dat ze dachten van ik ben uh, <laughs> je bent een student, dus het, het geld wat ik kreeg elke maand. Uh, toen, ik, toen ik in de bouw werkte, ik heb uh, zeker duizend euro aan uh, boeken gekocht maar. Mm. Dus uh, zo was mijn ja, ontwaking. Ja. Ik wil je niet zeg maar gestart met oké, okay, vanaf een vertrekpunt dat vrij duidelijk is en dat solide is. En ja, daarna is het alleen maar booming geworden, mijn broer ja. qua, qua knowledge. Want die kennis heeft eigenlijk jouw um, route een soort van uitgestippeld vervolgens. Want je hebt het net ook over de tempo of hip-hop. Ja. Uh, ook het ding wat ik ben komen te begrijpen, ook dat boek ben gaan lezen. Mm -hmm. Zou jij kunnen toelichten wat dat. Uh, ja wat is dat eigenlijk de tempo of hip hop wat is het principe daarachterin? Um, ja je hebt verschillende kanten ervan want het is eigenlijk het fysieke je lichaam is het tempo mm. en hip hop heeft in verschillende acroniemen in de zin van uh, bijvoorbeeld um, his infinite power helping oppressed people of holy integrated people having omnipresent power mm. dus er zijn verschillende acroniemen die we als term hip hop um, gebruiken en van het tempo of hip hop is het ja net als hoe andere uh, spirituele um, stromingen bezig zijn met hun tempel. Uh, het Boeddhisme of andere stromingen die, die bezig zijn met hun um, het fysieke en het, het spirituele. Want we weten dat we gaan niet 1, 2, 3 ook uh, gebouwen krijgen om, 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 om um, zeggen, omdat um, zou ik het zeggen. Om dat zeg maar, helemaal mooi in te kleuren in de zin van. Want vaak werden we overal buiten gehouden. Ja. En zodoende zijn we meer gaan focussen op okay, het tempo zelf. Ja, met de riemen die je Ja, en dat is zeg maar, wat hip-hop maakt. Ja. Dat je niet met heel weinig middelen heel veel eruit kan halen. Mm -hmm. Snap je? Dus dat is zeg maar, hoe we zeg maar, tempo of hip-hop zien als um, vader, moeder, kind ook. Ook dat is ook belangrijk in het aspect, mm -hmm. dus zeg maar de, de, de transitie van het volwassen worden. We noemen het weer, het is nog vrij jong, het cultuur, en is het van oké, okay, wie gaat nu, hè? Ja. Wie gaat nu um, um, de volwassen stappen nemen en durven het naar buiten te brengen? Mm -hmm. En daar moest ik ook uh, goed nadenken van oké, okay, hoe ga ik dat doen? Ja want er gaat toch vragen ook gesteld worden ook aan mij van oké okay, maar wat is dat dan wat is... en wat ben jij ook gewoon wat draag je bij <laughs> in plaats van ik praat alleen maar erover. Yeah. Mm. is dat wat goed I mean? bedoel? dus is beaart het ook ja ja dus zo zie ik het een beetje als tempel of hip hop qua um, approach yeah. Uh, yeah. Want, um, ja want ja zo zeg ik het nu ook al voor alle kijkers duidelijk is dat jij al best wel lang meeloopt in de ook gewoon deze wereld van mm -hmm. hip-hop in belevenis. Mm -hmm. um, ja, wat is eigenlijk jouw bijdrage aan hip-hop als je het zelf uh, zou ze mogen uitleggen? Wat, wat draag jij bij aan de culture? De cultuur. Um, Laten we even de cultuur zeggen. Yeah. Culture term. Laten yeah. we hem even de koelkast what, bewaren. Dus, wat ik nu bijdrage? Of, of in de oh, zin, in general. In general. general wat, wat. Um, yeah. Overstanding. Overstanding. Dat is. Uh, en dan ik, ik, wat ik dan als mijn middel gebruik is, dan hè, bartenders natuurlijke bewegingen. Mm. En Want wat is bartenders? Als, uh, wat Bart is het is, daarachter? Bartenders is. Um, ja, een fysieke zelf-empowerment-beweging. En met als bijvoorbeeld: de rapper uh, gebruikt de microfoon om zijn boodschap door te, door te brengen, en wij gebruiken dan zeg maar een stang. En vanaf daaruit. Um, ja, is het zelfexpressie um, doen op een bepaalde manier, waardoor men denkt van, wat is dat? En als je dan dichterbij komt, ja, dan hebben we gesprekstof over het leven. Waar we dan meer ja, begrip hebben over gezondheid bewust worden, mijn broer. Dus dat is zeg maar mijn, ik voel het ook als het mijn, mijn rol mijn taak om meer van dat naar buiten te brengen. Mm. Zodat ik meer kan genieten ook van de cultuur zelf. Ja. Want ik weet van ja, het nachtleven en het, 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 het Rock'n'Roll lifestyle af en toe in het cultuur. En ik zie van ik wil niet um, wat wil ik zeggen, ik wil niet um, die rappers die zeg maar. Um, hoe ik zeggen? In een bepaalde fase zitten. Waarbij ze veel intoxicatie en veel bepaalde dingen. Ik wil niet dat ik die, die persoon zomaar de pijp zien gaan. Ja. ja wat hebben ja, we doen? Want hij is toegevoegd. Dus wanneer hij gek doet, dan is hij wel delen. De ja, maar wanneer hij ja. begint. Dus op zo'n manier zagen we zag, zag met z'n allen ook in de cultuur van. Nee, wacht even. Het is niet uh, iets wat we zomaar gewoon aan de banken kunnen schrijven van. Ja, I am, 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 ja laat het maar zo gaan. Mm -hmm. Nee. Zodoende begonnen we met verschillende kanten, um, met verschillende partijen in deze wereld. Zeg maar ook met Stilespeed die met Choosers begonnen en dat soort dingen. Om ja, meer, meer, meer leven erin te blazen man. Ja, maar hoe is toen die uh, journey voor jou gaan ontvolden in je leven? Zeg maar, het, het, uh, dus Jouw bijdrage is dus eigenlijk mm -hmm. gewoon overstanding en dat doe je. Met bartenders als middel. En dat is dus gefocust op. Je toch gewoon lichamelijke well-being, welzijn. Um, hoe heb jij, zeg maar. hip-hop daarbinnen weten te verwikkelen? Zeg maar. Binnen de. ja, gewoon het lichamelijk. trainen van jezelf, zeg maar. Um, ja, dat komt ook weer. met jezelf voor een beetje zelf voor. dit of hip-hop. Dat. Mm. Um, want ik, voel, voel ik het ook altijd raar van. waarom ga ik als young boy altijd naar de stad en ik koop hip -hop kleren. Waarom? Ik kon ook andere plekken gaan. Ja. Er zijn genoeg andere plekken. Mm. <laughs> maar waarom daar? Mm. En waarom wil ik alleen, waarom voel ik me um, blij tussen, tussen mijn vrienden en het moment? Mm. Waarom zie ik de ontwikkelingen, die alles het klein erin? Natuurlijk zien we ook de, de pijn dingen, maar ja, de andere dingen, dat, 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 dat wordt vaak niet naar, naar voren gebracht. Dus um, bij mij is dat, ik, 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 kon het niet, ik kon het niet voor weglopen. Nou ja. Ik heb het zelf één keer geprobeerd. Mm -hmm. <laughs> dat ik zelf uh, ben geïmigreerd naar Curaçao weer terug Dus mijn pas wordt alles ingeleverd in de zin van: um, hoe de f ga ik hiermee om? Nou ja. En wat ik bedoel? Dus, maar ja, dan, kom je, dan ga je weer door met lezen en dan zie je toch weer van. Iemand moet mm -hmm. het doen. Maar de King had ook een droom. Hij zat ook op het podium met 100 man. Maar hij had die droom. En zo zie ik het van, dat ik dan leer van, oké, okay, we hebben anderen het gedaan die voor me waren of die er nu zijn? Hoe gaan hun daarmee daar om? Mm -hmm. En dan zo kan je van elkaar bouncen en leren van, oké, okay, oké, okay, each one teach one. Ja. Zo kan ik dan, uh, zo, zo, zo heb ik mijn, mijn, mijn plek weten te stempelen in, dat, in, in de cultuur. Ja. Dus voor ons, door ons. Voetbal. Ja. Voetbal eigenlijk. Ja. ja. Want um, ja, dan heb je dus, um, bartenders is the movement. Mm -hmm. um, voor een persoon die, die denkt ik wil zo'n movement joinen. Wat kan je eigenlijk verwachten op het moment dat je je aansluit aan zo'n aan jouw beweging? Um. Of niet per se jouw beweging, hetgeen wat jij, uh, waar jij voor inzet. Want het is een beweging die ook mm -hmm. ja. verder reikt dan jou uiteindelijk. Ja zeker, zeker. Het is uh, precies dat man zegt. Het gaat echt niet om mij, het gaat echt mm. om, het is gewoon een wereldwijd uh, tendens voor Bewust worden. Dus als mensen komen naar ons, dan Ze gaan meer leren over hunzelf, man. Dat moment ook bij ons, je hebt dan ook de tijd om aan jezelf te denken. Dat is iets dat ik, dat ik ook vaak frappant vond. Is dat veel mensen denken dat bezig zijn met zichzelf, maar... Is eigenlijk niet zo. Is niet zo. <laughs> is echt niet zo. En dat moment, dan zie je van wauw. Wow. <laughs> en dan... Ja, ik kan ik bijna niet beschrijven, maar broer. Het is, je ziet, uh, mensen worden wakker. En, is, en het mooie daarvan is, ze blijven ook wakker daarna. Mm -hmm. Want waarom? Jij doet het zelf. Ik geef je alleen maar een paar ja, juwelen een paar gereedschapjes, maar de rest doe je zelf. Mm -hmm. En dat besef, uh, besef laat ik ook beseffen bij de persoon: van jij doet het. Dus dan kom het weer op die zelfanalyse, zelflof, zelfrespect. Weer voor vanuit een tempo perspectief, ja. omdat ik mezelf zo goed me um, leren kennen door die, die, die lifestyle, mm. dacht ik van nee man, um, in plaats van om iedereen te zeggen van hoe alles moet, en telkens maar, 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 maar druk zet op dingen, nee, ervaar het ook. Ervaar het. Ervaar die endorfine kikjes en, 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 en die het blijven voelen met, 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 met jezelf. Ja. Of je nou um, 60 kilo bent of 100 kilo. Mm -hmm. Snap je? Dat is iets wat de maatstaaf, wat we vaak zien op tv of andere manieren, dat, 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 dat men het niet kan. Het is te ver voor je bed, Ja. Yeah. En nu maakt het heel. Het, je komt opeens heel dichtbij. Ja. Yeah. Dus, 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 dus veel zelfreflectie, maar op een mooie manier. Van oh wow, er zit meer kracht in me, In plaats van jezelf een schuldgevoel dingen aanpraten. Ja. Yeah. Snap je? Bij ons, als je al komt, heb je al gewonnen, mijn broer. Gewoon oh, hoe je binnenkomt. Je, je, ja, het feit dat je al. Ja, bedoel, en dat is. Wat we dan ook willen, dat je dan. zelf met jezelf door gaat gaan. Ja. ja bedoel, en het ook overdraagt naar je naaste. Hmm. Dus is meer rust. Als we meer rust hebben, hebben we meer focus. En meer focus, doen we ook veel meer, weet je? Dus op zo'n manier. Um, ja, man, als mensen komen, dat is, dat is wat ze veel ervaren. Veel. Ja. Uh, Zelfreflectie en uh, awakening? Want in uh, wat is in jouw oog het verschil tussen jouw uh, approach? Want dat vind ik ook een interessant ding, waar ik het straks ook over met je wil hebben. Mm -hmm. Specifiek de approach, want dat is ook iets wat jij heel veel zegt. Want uh, sinds kort train ik ook bij jou. Mm -hmm. Dus ik heb het nu ook gewoon mijn eigen ervaring. Maar uh, wat vind jij voor het verschil tussen deze manier van je lichaam trainen? en hoe de average persoon het eigenlijk goed doet in de sportschool en uh, met YouTube filmpjes en gewoon ja die, die routine zeg maar instapt. Wat is in jouw ogen het verschil tussen de manier hoe um, jij eigenlijk zoiets instapt en het gebruikelijk wordt gedaan eigenlijk hier in dat uh, het verhaal op hier in Nederland hoe de average persoon zichzelf lichamelijk ontwikkelt? Ja, ik zie het meer als um... Als het gaat om een beetje vergelijking met gym, is van. Het um, is zo tussen spiegelspieren en functionele spieren. En waarbij je dan die functionaliteit beter kan toepassen in je dagelijks leven. Dus dat is waarvoor we het doen. En dat is heel anders dan heel veel andere. Kijk, vroeger kon ik niet tegen mijn verlies, broer. <laughs> Snap je? Ik, mm. ik, 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 ik moest altijd winnen, mm. no matter what. En later begreep je voor of ik niet tegen mijn verlies kom, dat ik een sport speel wat niet van mij is. Het is niet van mij. Voetbal is niet van mij. Ik, bedoel, ik kan het wel misschien goed doen, maar het is niet mijn ding. Op een gegeven moment komen mensen zeggen van, hoe het doet allemaal... Terwijl, met baartennis, de energie waarmee je bezig bent, is van jou. En dat is iets wat we vaak... Ik heb nog nooit op school gehad. Het is. Dat is met is, is, is een, is een van, van yoga, weet je? Yoga is voor jou. Snap je? En als we voor mij op school ook al yoga kregen, wat mediteren, wat dan ook, dan waren heel veel rotte geiten niet eens. <laughs> nee. Ik zou niets eraan denken. Mm -hmm. het, is, het is hetzelfde ja. ook met de um, fysieke gesteldheid, um, informatie die we geven van, um, van het bartenders. Dat als je zelf weet goed te onderhouden, dan. Ben je met heel veel dingen al tien stappen voor. En dat is het grote verschil met vergeleken met andere sporten of um, bewegingsmethodieken die, die, die we om ons heen kennen of, of, of zijn, eh, op op tafel gezet. Dus ja, maar het is voor jezelf man. Dus energie omzetten in intelligentie. En daarop echt focussen. Dus die pijn omzetten in kracht. En dat is. Uh, ja, maar het is. Uh, anders dan. vergeleken met voor Bij ons is het meer. ook community over contest. Wil ik zeggen, als je al komt, heb je al gewonnen, man broer. Mm -hmm. Ook al zit je daar en. en um, je praat over van. Uh, ja, ik begin nu ook bijvoorbeeld advocaten te eten. Iemand, iemand begint daarover te praten. Is dus bij ons al van: oké, okay, je bent op je ontwikkeling. En dat is voor ons al een. een, een, een zou zeggen een, een, een blessing die we al doorgeven en dat je daarop um, ziet, het voel het ervaar het want andere plekken dan is het een soort van oh uh, oké okay. mm -hmm. je komt ook uit de bouw en als ze dan met een apart stuk fruit kwamen wat dan ook zat die man in de keizer van, uh, wat is dat nou mm -hmm. maar diezelfde type mannen die zitten mm -hmm. in het weekend thuis of door de week um, met rugklachten of met andere fysieke klachten, van hier tot Tokio. Mm -hmm. En daar heb je <laughs> van. ik gezien van... Dus je mm. doet stoer, maar je hebt allemaal nieuwe klachten. Mm -hmm. dat, is niet, dat is niet tof. Klopt niet. Klopt ook gewoon niet. Dat is tof. niet tof, man bro. Mm. En daar zie je van het, het spelen, het grote spelen, of, of eh, hoe, eh, het spelen van... Um, maar niet te kunnen onderbouwen. Ja. Dan, ja. dan, dan, ja. dan, dan. Mm. dan <laughs> dat, dat, dat klopt niet, man. Mm. Dat klopt niet, man. Dan, hoe gaat de volgende het kunnen begrijpen dan? Hoe gaat onze neefjes en negenen het begrijpen dan? En dan gaan hun de machine pas nog dommere fouten maken. En dat is dat ding ook weer waar de maatschappij nu ook op aas kwam. Weet je, de gangcultuur en bepaalde dingen, weet je. Dus um, als men naar ons toe komt, is het uh, bewustwording man veel meer bewustwording want um, voor mij persoonlijk ik ben uh, nu anderhalf jaar geleden of zo ben ik begonnen met echt weer gaan sporten vroeger voetbalde ik wel veel maar mm -hmm. ik heb nooit echt uh, mezelf echt bezig gehouden met een andere sport dan dat uh, ik heb ook wel vroeger op judo gezeten shit maar dat was gewoon awesome. je weet je toch mm -hmm. Doe iets ja yeah. gewoon iets yeah, yeah, ik yeah. in judo want ik keek gewoon Dragon Ball en shit mm -hmm. maar um, want het verschil in mijn optiek was vooral zeg maar, dat ik merkte dat uh, jouw manier van trainen heel inclusief is. In, als je naar de sportschool gaat, is het gewoon: oké, okay, nu train ik mijn schouder, nu train ik dit, nu train ik dat. En het is echt een soort van heel erg. Um, dus bijvoorbeeld de ene dag ga ik naar de sportschool om mijn uh, chest en mijn schouders te trainen. De volgende dag ga ik voor mijn armen en bla bla. De volgende dag voor mijn benen. Toen, uh, wat ik bij jou merk is dat je eigenlijk het hele lichaam een soort van het zijn meer uh, het is bijna alsof het gewoon in plaats van al die elementen gewoon drie zijn of zo gewoon bovenlichaam midden ja. en beneden ja. um, wat mij ook doet denken van wat is het um, wat is eigenlijk de ideologie achter deze manier van hoe je traint, zeg maar. Ik, ik, ik zeg het vaak als metafoor is van het is net een slang. Mm -hmm. Misschien heb ik het ook een keer ook al tegen jou gezegd: die als hij je vast heeft, wat maakt hem zo sterk, wat hij je kan worden, is hij gebruikt al zijn spieren. Hij gebruikt al zijn spieren. En dat is hetzelfde als met, met bartenders ook. De bedoeling is om al je spieren te gebruiken en ja, de grootste. Ja, de grootste pusher is, is zeg maar de hersenen. weet Je dus, ziet de, de hersenen als, als de meester en het lichaam de slaaf in de zin van. Maar wie je, je zegt, we gebruiken zoveel speeches in één keer dat. Bro, ik kan het je. Hoe zou ik het zeggen? Kijk, als je de founder ook ziet van Amerika, hoe hij nu nog steeds, hij is 51, als je dat op je stang doet en je kijkt naar Arnold Schwarzenegger. Is een lachertje, broer. Mm. Is echt een lachertje. En dan zie je van hoe echt. Maar ook bijvoorbeeld de manier waarop we in Afrika we trainen. Um, je, je ziet ook die beelden voor op Instagram, dat die mannen gewoon in zo'n achtertuin gewoon bezig zijn. Maar ze gaan niet helemaal in een bank zitten om hun armen te doen. Ze staan gewoon. En, maar als je het al staat en je lift dat ding op moet je zoveel dingen activeren om het ding überhaupt te kunnen halen. In plaats je gaat in een machine zitten en. Hmm. Dus we werden zeg maar door de jaren lang heen, zijn we gewoon echt maar gewoon gefopt. We zijn juist zwakker geworden. We gebruiken juist minder spieren. Um, veel mannen die uit de gym. Ik vroeg ik ook naar de gym weet je. Op Op gegeven moment, ik ben al tien jaar lang, twaalf jaar, lang, ga ik ga ga niet eens meer naar de gym. En mannen die nog steeds van de gym naar ons toe komen, dan je ziet van, ze gaan bijna over hun nek, of ze hebben zoveel spierpijn want ze zijn altijd gebeurd om maar kleine speeches te isoleren. Mm -hmm. Dus um... ja, man, het is veel meer. Je pakt veel meer spieren. Je pakt veel meer. Ja, man, ik, weet, dit, dit is... mm. ik heb er bijna geen woorden voor, ja. qua. Je moet het gewoon ervaren. Laat mm. me daar, daarop zeggen. Ja. Je moet ervaren. En um, ik heb het met jou ook al gehad over um, martial arts mm -hmm. en um, dat dit eigenlijk gewoon een soort van martial arts is. Ja. Um, maar wat is martial arts überhaupt? Socrates heeft de founder drie jaar geleden heeft hij ook een orkonde daarvoor gekregen dat badminton officieel ook een martial art is. Mm -hmm. En wat zou je ook op zo'n moment wat kunnen vertellen over, de, over hoe dit internationaal zeg maar uh, ook opspeelt? Hoe bartenders ook internationaal um, echt mm -hmm. verroeren maakt zeg maar. Want het is niet alleen jij die dit doet, jij doet het ook nee. hier. Nee. Maar uh, je hebt het ook over de oprichters. Ja, ja, dus. Dus, 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 mm, ja, bartenders... maar dus die vraag en martial arts een beetje. Ja, ja, het is. Um, Sinds 2003 is het in Amerika ontstaan en ook door een founder die hetzelfde soort passie had, ook als, net als mij, die ook bepaalde dingen zag in de buurt en de energie van wat puin is omzetten in, 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 in iets anders. En zodoende heeft hij ook een methodiek ervan gemaakt, daarom noemen ze hem ook de baarvader. Hij was zeg maar degene die met met een stang en het naar buiten heeft gebracht zodat mensen zeg maar, zichzelf konden transformeren. Toen ik dat zag, um, de eerste films die ik zag, was ja, ik zag gewoon een gespierde man op een stang trainen. Het deed me niet echt wat. Maar toen de founder sprak, dus de boodschap, toen zag ik van wacht even, dit komt me heel dichtbij. Hij zei van zoek een stang bij jou in de buurt en betrek je vrienden eromheen. En dan kwam het weer op het punt dat ik zei van ja, bij Holendrecht, we stonden al met, met al die vrienden al daar. Ja. Maar alleen, ik was nooit die breakdance, ik was nooit die MC of wat dan ook. Maar ik dacht van als ik die stang daar in het midden zet. Dan hebben we toch wel iets om daar naartoe te, om te, om, om te kunnen groeien. Ik zoek in de buurt, broer, overal in de buurt. Ik kan nergens zoiets vinden. Zo doe ik, heb ik zelf, ge zelf gecreëerd. Mm. Zo moest ze mij nu ook de parkvader. Dus ik heb de eerste park voor dat, die beweging mm. um, gezet. Ja. En toen moet ik een beetje denken aan hoe hip-hop is ontstaan in de park. Want ja, we mochten toch nergens binnen na. Dat begint toch bij de park. Mm. En Um, puur ook om die, 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 die tribe of, of, of die, die culture zeg maar, um, bepaalde elementen aan te geven om jezelf weerbaarheid te maken. Ook, mocht er ook um, dingen gebeuren om je heen, je bent weerbaar. En dat is zeg maar ook een vertakking van martial arts. Mm -hmm. Martial arts is meer ontstaan voor, um, ja, sinds way, way, way back puur ook om bepaalde trials, bepaalde dingen of voor zelfverdediging. Het is niet precies puur voor um, wat nu um, UFC alles in alles in één ding gemixt en het is alleen maar voor de show. Mm -hmm. En in de eindstand als je ziet wat diegene persoon zelf doet in dagelijks leven, denk je van maar hoe dan? Ja. En daar zo zie ik dat Bartens ook de essentie van martial arts ook in stand houdt van um, het is voor jezelf om op tot rust te komen en om je naasten en, en, en je kroost en zo dingen te, um, um, te kunnen beschermen. En ja, met Bartenders heb ik ook zoveel organisaties ook dit heb meegegeven om jongeren en jeugd, om ook volwassenen, meer, weerbaarheid, meer weerbaar te worden door, door, door um, je agressie of, of, of je frustraties eruit te halen en nieuwe erin te zetten. Dat en je zie je ook dat mensen die ook af en toe bij mij komen dat ze komen binnen en ze denken van ja uh, we gaan gelijk 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 mm -hmm. nee rust rust en dan kan me nog dat je bent nu al een paar keer geweest dat de laatste keer ook dat je ja, toch bepaalde dingen ook aan je hoofd mm -hmm. en en ik zie dan gelijk mm -hmm. en je wil, dat, je wil er gelijk gaan ik zeg nee 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 nee, nee, nee rust mm -hmm. en dan kom je weer even tot jezelf mm -hmm. en dan begin je weer te lachen en dan denk je van yeah. ja man <laughs> was het, that what it took ja simpel yeah. snap je en, en, en dan, 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 dan kunnen we allebei gewoon lachen, man, broer. En dan, ja. dus, dus zo is het een beetje hoe ik het ook zie qua martial art: dat um, zelfverdediging, weerbaarheid, maar wel stabiel blijven met een, met, met een goede stamina en de juiste techniek om dat te kunnen blijven onderhouden. Ja, maar als ik het dus goed begrijp, is het niet per se één manier van doen of zo. Want um, om een voorbeeld te geven, ik kijk dus nu um, Dragon Ball kijk ik vanaf het begin mm -hmm. en um, je hebt Master Roshi en die leert Krillen en Goku ook martial arts, ja. maar Krillen en Goku vechten gewoon heel anders en sterker nog, niemand in Dragon Ball vecht eigenlijk op dezelfde manier, maar mm -hmm. ze zijn allemaal bezig met martial arts. Ja. Um, dus dat liet mij denken van het is niet per se Net als hoe je bijvoorbeeld judo hebt, mm -hmm. of hoe je boksen hebt. Het is ja. gewoon, eigenlijk, boksen is eigenlijk gewoon een kader waarbinnen je kan move. En. Je hebt ja. boksen, je hebt kickboksen. Ja. Boksen is alleen maar met je armen. That's it eigenlijk. Ja. Um, maar ik heb het idee dat martial arts niet echt kaders heeft. Dat het gewoon eigenlijk een soort van de pend aan. Of wat jij bent gewoon. Dus dat begrijp ik het. Ja, maar dan nog steeds, je komt toch van een cultuur. Ja. Je komt van iets. Mm -hmm. En dat moeten we niet weet weet ook net zo hoe bepaalde, die, 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 ik weet niet waar, waar Bruce Lee precies vandaan kwam, ik weet niet of China of Japan. Maar die mensen waren ook niet echt, eentje die gelijk gecharmeerd dat wat hij ging doen in Amerika. Mm -hmm. Want je gaat nu iets aan hun, wat, wat, wat van je mensen komt, ga je nu dat aan, aan andere mensen geven en niet weten wat ze ermee gaan doen. Misschien gaan ze het tegen ons zelf gebruiken. Mm -hmm. Dus je moet wel, dat met, is met, ik ben ook in heel veel sporten gaan verdiepen. Dat is met boksen ook. Als je ziet hoe het is ontstaan, dan komt het is gewoon bijna van, van slavernij. Mm. Ik bedoel, dus wat zit daarin? Wat is het? Wat is de the... inhoud? van. Als ik ook zie naar Thai en ik zie van. hoe ze het daarin in Thailand doen, het is het heel spiritueel. met wie rookt en dit en dat en zo en zo. En hier is het gewoon van kickbox van, oké, okay, yes, en, en we gaan. Gewoon sparren, ja. wat ik bedoel. is different. Dat wordt vaak hier voor mij in de westerse kant gewoon uit elkaar getrokken. Mm -hmm. Dat je niet meer weet waarvoor het waarvoor. eigenlijk dient. Wat wat. Uh, nou, en dan kom ik weer terug van, dus al die filosofische, al die, 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 die aspecten die ik ben gaan zien. Zie ik van shit dat dit nu, nu in, in, in onze ons mm -hmm. Van eentje moest ook een paar generalen moest ook opstaan om te zeggen van, kijk dan, onderhoud, Want waarom? Hoe gaan we lang kunnen leven dan? Dus dan, 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 als artikels blijven komen over gewoon te eenbaar zulke dingen en we zijn allemaal cranky, de broeder gaat verkeerd voorin. We gaan niet lang leven. Snap je, we gaan emotioneel op alles instappen. Ja. Mm, yeah. Snap je wat ik bedoel? Dus, 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 dus. En meneer Hennessy die, die blijft maar die flessen gewoon op tafel zetten. <laughs> die blijven gewoon komen. Snap je? Yeah. Hij weet drommels goed ook van, hij geeft het ook niet de hele dag aan zijn kinderen of de hele week. Ja. Yeah. Maar wij moeten dat wel doen. Mm. Dus daar heb ik gezien: van, nee man. Dat gaat niet meer zo kunnen gaan. Dus, uh... Hip-hop is, hip is eigenlijk ook gewoon een vorm waarop je is manier waarop je jezelf kan wapenen tegen al deze ja. shit. Die. Ja. Die, want je toch bijvoorbeeld in Amerika hoe je het hebt over verdrang, daar heb je gewoon de liquorstore en de Gun Store op de hoek. Ja. En dat is het enige dat je hebt in de buurt. Dus zeg maar, eigenlijk zetten ze het gewoon daar voor je ons Dit is waar je het mee gaat doen deze ja. dagen. Ja, ja, ja. Dus je moet jezelf wel eigenlijk wapenen moet. met wat je hebt. Ja, yes, en, en, en door het bepaalde je lichaam schoon te maken, bepaalde raps begin te doen, opeens je gaat anders nadenken, mijn broer. Je gaat niet meer zin hebben in, in die Mackie. Nee. Je gaat nu iets anders doen, dan ga je opeens uh, beginnen met, 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 met rijst, broccoli en, en vis. Ja. In de eerste fase, is wat ik bedoel, en daarna ga je steeds meer filteren. van Oké, okay, wacht even, broccoli is niet eens. Uh, <laughs> is ook niet wat het is. Mm -hmm. dat, bedoel, dus, dat is hoe met karate ook. Dat, de eerste paar jaar, je ziet karate aan eens met, het was te rauw. Het was veel te rauw met Bart en zo, het was veel te rauw, dat is downgraden naar, oh, doen jullie een uh, trucje op je ding? trucjes, mm. Het zijn progressieve bewegingen, we doen geen trucjes. Maar voor dat te kunnen doen, moet je wel heel veel uren met jezelf aan de haal zijn gegaan. Ja. En dat wil men aan de kant zetten om te zeggen van ja, maar. Maar doe maar een nee, nee. Dat gaat niet meer zo. En ook wat ik ook zie is dat in media en andere dingen het negatieve of het ontwetende aspect dat dat zo naar voren brengt. Terwijl zijn we zijn met andere dingen dan erin. Want aan het einde van de dag zijn toch vaders en moeders in het cultuur. En, en, en dat vind ik frappant. En daar moeten we dan uh, een nieuwe slag in slaan. Qua health en wellness. Ja. ja. Want een belangrijk onderdeel van uh, sport is natuurlijk ook wat je in je lichaam zet. Ja. En uh, inderdaad, wat je ook zegt, wat mij opviel. Bij, um, want zeg maar hoe ik dus naar de sportschool ging, ging ik gewoon met veel mensen om me heen die al naar de sportschool gaan. Maar dan merkte ik ook dat. Iedereen op een hele andere manier gaat ja. en um, ook gewoon het leven daarna zeg maar is bij iedereen heel anders. Dus bijvoorbeeld je kan naar de sportschool gaan, maar als je daarna gewoon naar Macchi gaat en shit, dat je toch dat is bijna contradicting ja. tot waar je je eigenlijk toe inzet voordat je naar die Mekkie gaat. Ja. En um, je toch daarin is het ook, ja, voeding speelt daarin ook een hele belangrijke rol. Um, wat is jouw perspectief over de rol van voeding? Ja, maar het was voor mij ook. Um, dat ook een heftige journey. Want ja, de beginfases. Ja, ik was nooit echt een fan van um, producten van de gym, dat soort dingen. Want, Gewoon uh, die, die supplementen en zo. Ja, want die tijd toen we ja. begonnen was er, was er, niet, was er geen pre-workout. Ja. Maar ja, je hoorde wel in de wandelgangen over uh, kuurtjes en dit en dat. En. Uh, Eiwitten, proteïne shakes, dat soort dingen allemaal. Maar ik had altijd energie van mezelf, aan, mijn broer. En dat vond ik ook altijd al. Van, dan ga ik met bepaalde mannen naar de gym. Dat. Ik hou ze gewoon bij, maar ze gebruiken toch nog dingen, maar ik haal ze bij. Ik zie het ook een beetje als cheaten, man. Zeg maar als je zeg maar, die, al die, die supplementen neemt en zo. Je cheat eigenlijk een beetje op jezelf. Want het is een soort van manier Ja, nee, ik zie het niet waarop... ik zie, ik zie als, als cheat. Ik zie het als. Um, je ontweert het, 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 houdt jezelf voor de gek. Want je denkt, want je, maar je weet niet. Mm. Je weet niet. Want je, je komt ook in die James, die man ook aan elkaar en dat soort dingen. En je denkt van, ja, kijk, dit is wat je mee ja, hebben. Ja. En, 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 en ziet, hoe ook. wij in, in de Belma zijn, dat. Ja, alles, vaders al en ooms, is allemaal ook aan elkaar getrokken. Dat die je tegen jezelf van ja, kijk dan, hé, uh, hey, je hebt gewoon dit, dit nodig om uh, sterk te zijn. Dus we gingen ook zelf op een journey. En dat is hoe je op de straat ook gaat en. Uit liefde krijg je een, een, om twaalf uur een, een, een half liter blik bier. Omdat diegene jarig is. En je denkt van. Oké, okay, ja man. Dat is het dan. Ja. Hey, ik voel me aan, nog eentje, nog eentje. Dan vier uur ben je helemaal. Ja. Omdat er ook geen bepaalde elderschap is die zegt van: oké, okay, je kan jarig zijn voor wat maar. Eet eerst even, geniet van de dag. En nu toch daarna even iets. En dat is hetzelfde met de gym ook. Dat. Um, als je weet dat waar, waar, waar die, die, de kracht in zit om het eruit te kunnen halen, ja dan 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 begrijp ik me. Dus toen ik begon ook met um, veel Franse weet je van die Franse kwark te eten en dit en dat toen zo, maar toen was ik ook op mijn journey van weer door die information age, wil op YouTube dat ik ook erachter kwam van Dr. dochter Layla en dat soort mm -hmm. dingen. Van, nee, um, toen kwam ik een maatje met de buurt die zei ook van hey, je kan ook, hij weet je, ding, ook het, uh, of proteïne, wat het ook was. Uit um, noten. Ik zeg uit noten. ja moet het denken, uit vlees, weet je mm -hmm. toch? Hoe dan broer? Ik ga toch, niet, uh, ga toch niet op noten kouwen? en denk dat ik dan... Want je wilt natuurlijk groter worden, wat dan ook. Um, en toen ben ik ook steeds meer gaan verdiepen, verdiepen, verdiepen in bepaalde dingen. En um, toen zag ik ook veel dingen van Dead Press. RBG Fit Club. En... Toen kwam ik een hele goede uh, een goede broeder van me, die kwam toen ook naar de park en hij veranderde mijn hele lifestyle. ook qua, hij was toen al vegan en ja, toen begon ik heel veel dingen ook aan de kant te stetten, ja. maar ik wist het niet te vervangen met dus dingen die het soort van ik wist aanviel. dit, wij ja, dus ja. ik daarvan, ik oké, okay, ik neem dat allemaal dingen niet en uh, mm. ik kan wat draaien op uh, een paar bananen en dit en zulke mm. dingen, nou dan ga je ook weet je toch alle kanten op, ja, dus ik heb veel dingen meegemaakt qua um, testen. Zelf mm. testen tot het max van: oké, okay, ik ga nu zoveel. Ik ga nu twee, drie uren buiten. En met, met, met fruit en water. Wat gaat er gebeuren met me? En broer, zijn. Ik blijf het zeggen. Op een gegeven moment, ik zat er om naar heen te kijken. En ik zie gewoon: ik krijg al meer megapixels, broer. Ik <laughs> denk: van hoe? Mm. Deg, door, door, door die combinatie. Dus zo doen we dan. Blijf je aan die bepaalde patronen vastklampen. Om vervolgens um, ook daar ook een schema voor te maken. Ja. Om het ook vast toe te passen. Ja, dus dan heb je die cirkel rond qua body en zo. Mm -hmm. En nu zijn we een ja, half jaar nu ook strak bezig ook met, uh, met de alkaline uh, lifestyle erin uh, incorporeren. Ja, en dan zie je van. Uh, het wordt gewoon één je wordt gewoon één, man, broer. Ja. Dus ik heb veel, veel moeten leren met dat, ja. mm -hmm. Veel ups en downs. Ja. Nu eindelijk... Uh, ja. en... en ze gaan ook gewoon hand in hand uiteindelijk. Ja. Je, je kan niet, het heeft niet veel zin om het één te doen zonder het ander. Het heeft gewoon niet veel zin. En dat, en, en, en dat, en dat kwam ik ook de laatste paar jaren achter. van Ik kwam veganisten tegen die gewoon dik zijn, broer. ja, <laughs> dus ja dat maakt niet echt zin of zo. Ja. Ik denk van maar goed dan. of wegen mensen die, die, die heel uh, cranky zijn of wat dan ook. Mm. Mijn broers denk van, wacht even, jullie missen bepaalde aspecten. Het is gewoon 360. Ja. Het is gewoon een 360-thing. Ja. Zeg maar. Als je het doet, pak het gewoon helemaal. Als je de helft doet, dan ja. Precies dat. Blijf je ook gewoon een beetje hangen ergens. Ja, man. Dus dat is ook qua, 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 qua voeding en, uh, en baartennis. En ook dat incorporeren ja. in um, de tent-element. Dat mm. Staatspie met een juice-bar is begonnen. In een wijken waar. er is geen ziekenvons. Nee. Je weet toch, dus, dus zo'n gember shot of zo'n zo, 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 zo... Zo grass shot. Ja, bedoel, de, 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 je weet gewoon dat als diegene het inneemt, dat oké. Okay. Ja? Mm. <laughs> het levensbalkje gaat weer een beetje omhoog. Het gaat omhoog gewoon. Snap je? <coughs> en daar zag ik in van, nee man, we nemen onze volwassenheid steeds serieuzer. Ja. Dat vind ik tof. Mm. Ja man. Ja, een interessant ding dat ik ook uh, merkte, dus waar ik het net ook al over had, approach. Mm -hmm. um, om één specifiek ding te noemen, uh, eelt op je handen. Ja. Hoe ik gewoon eigenlijk door zo'n simpele uitleg van jou begreep dat eelt op je handen krijgen helemaal niet logisch is. En het hem nee. gewoon zit in de manier waarop je iets vastpakt, zeg ja. maar. Ja. Volgens mij kan ik het zelfs gewoon zo uitleggen, van als je zeg maar, iets gewoon zo pakt, ja. is anders dan wanneer je het... Zeg maar ja. zo pakt. Ja. Ja. Um, <laughs> en dat is gewoon hoe je iets approacht. Hoe benader je iets? Mm -hmm. En um, dat is eigenlijk het ding wat me het meest aan het denken heeft gezet sinds ik bij jou train. Mm -hmm. uh, benaderen. Maar het gek is ook dat het dat is iets is dat in heel leven zeg maar, belangrijk is. Van hoe benader je iets, zeg ja. maar. Kijk, maar het, het, het grappige is hier weer, je neemt het weer in je dagelijks leven weer mee. Ja, mm -hmm. en dat is zeg maar. het, 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 het het enge van deze beweging. Ja. En ja, het mooie. Het, ja, het mooie het ervan. Bij mij ja, Precies het, is, het mooie ervan. Ja. En, en het is natuurlijk ook zo van: ja, hoe hou je een pen vast om, om mooi te schrijven? Ja. Hoe je die pen? Kan die pen niet gewoon en in gaat. Ja, want dat kan je gewoon ook opfokken. Bijvoorbeeld, als je een pen niet goed vasthoudt, dan kan je op een gegeven moment gewoon last krijgen van je vingers en shit. Ook dat. als het ook met die Eelt bijvoorbeeld. Maar ook dat, ook als je weet van: ik wil nu mooi schrijven, dan moet ik mijn mind wel en mijn lichaam dwingen dat het ook mooi gaat. Ja. En ga de approach er een andere way. Je mm -hmm. moet al anders dan dat ding kijken van oké okay, wacht even. Ik ga het nu zo doen. Ja. ja. Mm -hmm. Dan heb je dat dus met, met, met het met die bartenners ook van oké. Okay, ja. Let op van hoe je jezelf op gaat trekken. Let op hoe jezelf weg gaat duwen. Let op hoe je jezelf in een bepaalde houding zet. En dan soms zeg ik ook tegen de mensen, zet dan een, een telefoon ernaast. Dan ook. Kijk naar jezelf, film jezelf terug. Als dus jezelf dan op huiswerk terug gaat kijken van oké okay, wacht even, wat doe ik precies hier? En dan soms denk je van: je moet spieren aanspannen. Want ook, terwijl, nee, misschien zo moet je zelf je, je skelet je op je botten aanzetten, waardoor je spieren dan makkelijker meewerkt. Dus een heel andere soort logische mechanismes. Mm. Zelf toepassen, we hebben jezelf mm -hmm. die je die logica begint te zien: van ja, wou, wou, kijk hier. Ja. Dan dus ben je je eigen dokter. Mm. En dat is ook wat ik heb geleerd van mijn elders. Van, de eerste dokter is ben jezelf. Het feit dat je al naar de dokter al gaat, dan zeg je al tegen je, je geest zegt al tegen je lichaam van, ik ga je verzorgen nu. Ja. Dus, dus dat is zeg maar qua bewustwording in, in combinatie met die approach, dat het anders blijft hangen in je. Ja. ja. Want het is echt een klein verschil. Want ik had zelf um, het idee gewoon van. Um, ik heb, ik heb een paar handschoenen, zeg maar, Georgie heeft handschoenen gemaakt die best wel tof zijn. dat Ik dacht, weet je wat, ik knip gewoon die shit weg, ja. die, die toppen, en dat worden dan gewoon mijn handschoenen waarmee ik train. Ja. Maar wat ik dan eigenlijk doe is, ik los het niet op, maar ik zoek een, uh, zeg maar, je, je, je lost het eigenlijk niet op, maar je... Het is net als wanneer je bijvoorbeeld, um, je bent depressief en je neemt antidepressiva. Ja. Is van, zeg maar, je, je lost je depressiviteit niet ja, je op. Gaat je gaat ja, juist stoppen het, met, zeg maar. met nog meer. En dat is, het, dat is eigenlijk hetzelfde principe met als je dus eelt krijgt en je gaat handschoenen aandoen, eigenlijk zit het toch gewoon in je approach. En dan heb je niet eens die handschoenen nodig. En nee. dat zit ook met depressiviteit bijvoorbeeld. Nee. Ik denk dat als metafoor gebruik van. Het is eigenlijk gewoon een misunderstanding. Ja. Dat eigenlijk, als je het gewoon begrijpt, dan hoef je helemaal die antidepressiva niet te nemen, nee. zeg maar. Nee. Dus het zit hem. Uh, daar een... die approach is gewoon de approach naar de situatie, of oké, okay, je hebt dus een situatie en je hebt hoe ga jij in die situatie, zeg maar. Ja. Maar het feit dat dat gewoon via, ik heb nu drie keer met je getraind, dat dat al uh, zo duidelijk werd, ja, dat ja, vond ik man. heel interessant. Ja, en, en daarna is het de nazorg. Ja. Dat is ook iets wat ik zeg, van, dat, is, dat is ook een moeilijk, ja, niet zeg moeilijk, maar een andere fase, van oké, okay, je, je, je moet ook de onderhoud. Dus um, als je het heel hebt, hoe ga je daarna um, 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 juist de olie op je hand smeren? Ja. Hoe ga je bepaalde gezonde vetten naar binnen werken? we mm -hmm. nou? Dus op dat soort dingen. Zodat dus je de volgende keer het nog meer kan genieten van die approach. Mm -hmm. je? Het is heel duidelijk dat jij heel duidelijk weet waar je het over hebt. <laughs> je weet heel duidelijk waar je het over hebt. Um, je had het net al over American Bookstore. Ja. Dat je daarop zelfs op een gegeven moment een studentenpas krijgt, ja. <laughs> uh, student of life. Zeker. Boeken die je zelf hebt gelezen, niet echt vanuit school. Mm -hmm. uh, zijn er boeken die je zou aanraden aan mensen? En dan hoeft het niet eens per se te zijn: um, Kijk, ik, ik zie het niet he? wat jij doet, Kijk, maar gewoon. Laat me het zo zeggen. Maar het is, ik zie dat ook vaak op, in de wereld: boeken, boeken, hoe je mensen aanraden. Mm. Haal boeken. Op het punt waar je zit. Mm. For real, ja. Yeah. Dus haarboeken, bijvoorbeeld, je, je toch, dus dan neem je te, je transitie serieus. Mm -hmm. In plaats van, oh, Brian heeft het gezegd, of wat dan ook, of weer die externe. Ja. Yeah. Maar hoe is het met je intern voelt toch zelf nu dat, mm -hmm. als, je wil, als je voetballer wil worden, ga voetbalboeken lezen. Ja. Yeah. Wat komt daar maar bij, bij kijken? Wil je. En omdat ik vrij leergierig ben. Dat, en ik weet, er zijn zoveel dingen nog wat je kan onderzoeken. Mm -hmm. dat, um, daar zijn die boeken ook voor. Om je transities. De, de, althans, dat denk je toch? Je mijn, transitie te, ja. te stimuleren. Ja, ja. ja, daar zijn ze voor. Mm -hmm. Dat is zeg maar waarom. Dat is het verschil tussen slim en wijsheid, snap je wat ik bedoel? Mm. Um, 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 um. Je hebt heel veel mensen die kunnen duizend boeken lezen. Slim, maar hoe ga je toepassen? Ja. Dat is wijsheid. Mm. Dus, je gaat, dus je gaat nu eigenlijk een boek moeten lezen wat voor mijn wijsheid gesteld is, in plaats van, ja, ik lees maar om, om, om te zeggen van ik heb ook gelezen. Mm. Snap je? Dus dat raad ik mensen aan, man. Van, wil je management doen of wat dan ook, zoek boeken van dat. En ja. dan zie je van... Dat gaat je meer inspireren dan motiveren. Je weet toch, emoties, het komt en gaat. Ja. Intuïtie. Je weet al, 9 van de 10 al, um, wat je zou kunnen doen. is ja. dus alleen vaak worden we bang gemaakt om het naar buiten te brengen. Mm. Als je naar buiten brengt, hoe ga je daar dan mee om? En daarvoor heb je ook daar weer boeken voor. Ja. Dus, dus bij mij is het meer van. Ik, ik heb geen uh, want ik heb vanaf klein ik kan zelf nog ik denk nog zelf aan boeken van Roald Dahl van basisschool mm -hmm. ik zie het nog zo voor maar als ik mijn ogen dicht doe en daar heb ik ook een kleine juweltjes eruit gehaald die ik om, nu niet ja die waren voor toen ja je... om voor mijn transitie te ja. maken naar want mm -hmm. die schreef ook boeken voor uh, jeugdboeken ja dus men denkt al aan hoe ga ik juwelen zo zetten, zodat ik het kan overdragen, zodat men er gebruik van kan maken in hun mm -hmm. journey. In hun journey eigenlijk. Ja, en bij mij wat ik vaak van hou, is focus op de volgende transitie, man. Snap je? Een journey is nog een beetje heel... Maar what's the next step? What's the next step? Als je weet, je bent 17, 18 je moet sycophants betalen, vriend. Ja. <laughs> Snap je wat ik bedoel? Well, en als, dat niet, als well, yeah. is niemand om je heen dat... Hmm. Dan, dan, het, het gaat je overrompelen. Ja. Toen wij het ziekenhuis moesten betalen in mijn tijd, was ik het 30 gulden vriend. Ja, of 30 euro, wat dan ook. Nu, nu zitten we 100, op 130. Ja. Ja. Snap je? Dus hoe, 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 hoe gaan we dat de volgende generatie dat uitleggen? Van oké, okay, hoe ga je daarmee om? Mm -hmm. Als je een huis wil kopen, hetzelfde: van huur naar na, 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 na koop. Dat is een transitie waarbij je dan bepaalde dingen moet gaan lezen. Daarvoor. Dus op zo'n manier, ik heb niet echt. Dit is, dit is het beste advies dat je kon geven. Ja, man. <laughs> ik ja. zeg eerlijk, dit is het ja. beste wat je kon geven. Het gaat niet om een specifiek boek, het gaat om het advies. Ja. Dus, uh... En op welk punt je dat bent, weet je? Ja. ja toch, we zijn in de bibliotheek, dus ik moet het naar een boek trekken. Maar ik zeg eerlijk, dit advies is beter dan ieder boek dat ja. je kon aanraden. Ja, man. Ja, man. Um, ja, tot slot. Hoe kunnen mensen jou volgen en, en waar kunnen we je vinden? Ja, ik ben. Ze um... dus kunnen kijken op. Uh... Ja, mijn persoonlijke website is mm -hmm. En uh, als je meer wil weten over de beweging van baartennis zelf, is baartennis uh, www.baartennis.eu. En ja, Instagram ben ik te vinden. Daar zie je veel wat ik uh, achter de schermen doe. Ja. En, uh, maar ja, men gaat steeds meer van ons zien. Dus het wordt wel uh, mm. steeds stichtbaarder. Ja. Dat komt wel goed. Ja, man. En als ze meer willen weten ook, je kan ook. Uh, ze kunnen ook jou ook vragen. Ja. Kijken voor Of dit checken. Of ja, uh, ja. ja dit, dit gaan we ja, zo uh, doorsturen. Belangrijk. Zeker. Ja, man. Dit was het. Ja. Um, voor alle kijkers nog, um, subscribe. Onze website. We hebben een nieuwsbrief. Daarin zijn we wekelijks aan het praten ook over zaken als dit. Um, het zijn eigenlijk gewoon wekelijkse lessen die we jullie proberen mee te geven. Subscribe. Volg hem, volg bartenders en volg jezelf ook. Ja, man. En uh, dat vooral, eigenlijk. Dat is het. Volg jezelf. Ja, man, dat was het. Top. Dan?